Ikzelf ben geen bekende Nederlander, maar ik heb wel een mening over de Zwarte Pieter discussie. Waarom opeens een makeover? Het is al jarenlang zo, dus waarom moet het nou opeens worden veranderd? De liedjes die werden veranderd vind ik wel leuk, maar de Pieter zelf moet niet veranderd worden. U kunnen ze beter een andere naam geven. Wat dacht je van de Muziekpiet, of de Smulpiet, of de Knusselpiet, noem maar op. Net als de Smurfen, waarom schilderen ze dan niet blauw? Of waarom smieken ze niet blauw? Ikzelf vond het Sinterklaasfeest altijd heel erg leuk. En nu nog steeds, ook al ja. Maar nu in anno 2014 wordt er steeds over gediscussieerd en al andere dingen. Het is niet racistisch bedoeld voor de Turken, Marokkanen of de Surinamers. Nee, want als we zeggen tegen een Suriname bijvoorbeeld, het is niet discriminerend bedoeld of racistisch. Maar als we zeggen tegen een Suriname dat je een bruine boom bent, dat is pas racistisch bedoeld en ook discriminerend. Maar wij discrimineren geen Turken, Marokkanen of Surinamers, nee. De Zwarte Piet is gewoon het algemeen. Maar dat wil niet zeggen dat jij bent, of dat een Turk of een Marokkaan of een Surinamer is. Helemaal niet. Het is al jarenlang zo, dus waarom moet het opeens veranderen? Ik snap ook wel dat mensen zich gediscrimineerd voelen, maar dat is helemaal eigenlijk niet zo bedoeld. Maar als ze de Zwarte Pieten een makeover kunnen geven, ja, waarom geven we dan het Koningshuis dan ook geen makeover? Hè? Dat we op Prinsjesdag dat koning Willem-Alexander in plaats van met de gouden koers naar de ridderzaal rijdt, met de auto. Waarom zou dat niet kunnen veranderd worden? Dus ik zeg, handen af van Zwarte Piet en laat het gewoon zo. Zo simpel is het. En als mensen zich gediscrimineerd voelen, of zeuren of klagen over Zwarte Piet, ga dan naar Wikipedia en lees dan over Zwarte Piet zelf. Waarvoor dient Zwarte Piet? Waarom is hij er? En hoe en wat? Misschien kijk je dan heel anders naar Zwarte Piet dan nu. En eigenlijk moeten we Sinterklaas of Sint-Nicolaas bedanken, als ik het goed heb gelezen, dat hij de slaven van de plantages heeft weggehaald. En dat ze nooit meer hoefden werken op de plantages. En misschien is het ook wel een ander beeld dan wat jullie denken. Dat het de viering is van dat ze vrij zijn en nooit meer hoeven te werken als slaaf. Maar eigenlijk vind ik dat er aandacht moet aan worden besteed. Want ik denk, en ik weet het misschien wel zeker, dat ergens in de wereld nog steeds mensen als slaaf worden gebruikt en die moeten werken. En daar moeten we aandacht aan besteden. Dus geen discussie meer en we moeten gewoon het Sinterklaasfeest zo laten hoe het is. Het is al jarenlang zo, dus waarom opeens nu veranderen? Ik vind wel dat de liedjes een kleine make-over mogen krijgen, maar wel met Zwarte Piet. Want de oude woorden zijn wel een beetje te oud en te ouderwets eigenlijk, vind ik. Dus dat moeten we misschien wel veranderen. En misschien dat we met Wilhelms het volkslied ook moeten veranderen. Want het volkslied is wel best wel moeilijk mee te zingen. En het volkslied moet wat makkelijker worden en wat moderner. Dus handen af van het Sinterklaasfeest. En vier het gewoon lekker mee. Dus ook de Turken, de Marokkanen en de Surinamers. Iedereen in Nederland en die hier woont is welkom om het Sinterklaasfeest te vieren. Maar respecteer wel de tradities van Nederland. Want wij als Nederlanders accepteren ook jullie tradities zoals de Turkse tradities, de Marokkaanse tradities en de Surinaamse tradities. En dat moeten wij allemaal respecteren van elkaar. Dat is het belangrijkste. Respecteer elkaar en respecteer elkaars traditie. Dat is een boodschap wat ik aan jullie wil meegeven.